Ik ben Henk de Jong, ik ben hier, bestuurder bij het waterschap. In deze serie laat ik jou zien wat ik het mooi vind aan mijn waterschap. Kijk je mee? Vandaag zijn we bij een van mijn favoriete punten in het waterschap, namelijk het Benthamplein. Dit plein is ontworpen door gemeente Rotterdam en ons waterschap om wateroverlast te voorkomen. Dit bassin en de andere bassins kunnen samen 1,7 miljoen liter water opvangen voor als het nodig is. Dit plein was jarenlang bedekt met stoeptegels. Scholieren uit de buurt wilden graag dit plein wat leuker zien en veranderen. Ze gingen naar gemeente Rotterdam om te vragen of dat veranderd kon worden. En tegelijk sloot dit geweldig aan bij de wens van ons waterschap om hier een waterplein te bouwen om wateroverlast te voorkomen. Studenten, bewoners en ondernemers uit de buurt hebben samen met de architecten nagedacht over hoe dit plein eruit zou moeten zien. Zo werd ieders wens erin verwerkt en werd dit prachtige plein uiteindelijk geopend in 2013. Dit is een van de kleine bassins. Er zijn 3 kleine bassins en 1 groot. Deze lopen als eerst vol. Pas als deze helemaal vol zijn, loopt het naar het grote bassin. Door deze gaten loopt het water het plein op. En misschien vraag je je af, waarom zitten er dan deze bladden voor? Dat is er om ervoor te zorgen dat het er langzaam uitloopt en niet zo hard. Dit plein is dus niet alleen nuttig, maar ook leuk voor jongeren in de Agnesbuurt. Die kunnen hier bijvoorbeeld sporten, of voetballen, of zitten. Superleuk dus. Vond je dit een leuk filmpje? Doe dan even een duimpje omhoog. Ook kan je mij en het Nationale Jeugdwaterschap volgen op Instagram, zodat je up-to-date blijft van al het nieuws in de waterwereld. En vind je het nou ook leuk om mijn eigen waterschap te volgen? Ook dat kan. Tot ziens!